Op zondag 6 september was hij er weer, de jaarlijkse open dag van Tilburg Trappers. Tijdens deze open dag speelde het Benelux team een wedstrijd tegen Oranje onder de 20 jaar. Voorafgaand aan deze wedstrijd was er de teampresentatie van het Benelux team aan het Tilburgse thuispubliek. Natuurlijk ook aanwezig, niemand minder dan de mascotte van Tilburg Trappers, dames en heren, Mr. Bucky Buckaroo. Als eerste stel ik aan u voor met nummer 1 Bart van Gorm. Met nummer 2 Tim Donders. Nummer 3 Niels Leemans. Nummer 6 Thijs Voren. Met nummer 9 Jonne de Bond. Nummer 15 Danny Mals. Met nummer 19 Lars Peek. Met het nummer 20, Onur Mete. Nummer 22, Gijs van der Zanden. Nummer 23, Den Bolo, Mark Donders. Nummer 24, Elia Ullings. Nummer 27, Jeroen Kleiberg. Nummer 28, Chico Schultz. Nummer 31, goalie Kevin Riedijk. Nummer 52, Mitchell Riedijk. Nummer 61, trainercoach Don Nichols. Nummer 87, Bram van Uden. En als laatste met nummer 92, Mickey van Loon. Dames en heren, het Beneliga-team van de Tricorp Trappers. De hoofdcoach van het Beneliga-team is Dennis ten Bokkel. In een exclusief interview met U13 kijkt hij vooruit op het komende seizoen. Zijn eerste seizoen als hoofdcoach na 3 jaar assistent te zijn geweest bij de Destil Trappers. Ik heb inderdaad 3 jaar als assistent bij het eerste erbij geweest. En eigenlijk sinds het laatste jaar had ik wel met bepaalde dingen denk van oké, dat zal ik dan anders doen. Of kreeg ik iets meer een eigen mening. Natuurlijk stond ik altijd achter de hoofdcoach, geen zonder twijfel. Maar dat waren wel tekenen voor mij van oké, misschien ligt me dat wel goed. En misschien moet ik dat maar eens gaan proberen. En toen ben ik eigenlijk door Tilburg zelf benaderd om deze vacature in te vullen. En daar heb ik wel gelijk jou op gezegd. Hoe bevalt het tot op dit moment? Het is nu wel een beetje koffiedik kijken hoor. Het is natuurlijk voor ons wel lastig. We zitten een beetje in een spagaat. Van de ene kant moeten we presteren, willen we presteren. Is ons doel ook om te presteren. Maar van de andere kant moeten we natuurlijk ook... we zijn leverancier voor het Oberliga-team. Dus dat betekent dat we daar ook spelers aan moeten afstaan. En natuurlijk zijn dat vaak onze betere spelers. Dus zo ben je altijd wel een beetje gaten aan het vullen met spelers. Op zich niet erg. Het is duidelijk van tevoren gecommuniceerd, dus dat weten we. Maar iedereen is enthousiast en iedereen is hongerig. En wat ik zeg, de stijgende lijn zit erin, dus die moet mooi door gaan trekken. Wat kunnen we dit jaar verwachten van dit team? Nou, in ieder geval een team wat elke wedstrijd voor 200% gaat knallen, dat sowieso. We hebben een mix met jonge jongens en met ervaren jongens. Die ervaren jongens die zullen inderdaad een belangrijke rol krijgen om ook de jonge jongens mee aan te sturen. Ik denk dat het publiek wel leuke wedstrijden gaat zien. In ieder geval, wat ik zeg, we zullen elke wedstrijd 200% gaan knallen. En we gaan een bepaald systeem doen. En dat systeem zal ook heel veel energie gaan kosten. Dus we moeten in ieder geval zorgen dat de jongens allemaal fit gaan worden. En ik denk dat er wel een explosie op het ijs komt als wij erop komen, ja. Hoe groot is de druk om het landskampioenschap te prolongeren? Nee, totaal niet. Nee. Kijk, wat dat betreft zijn de mogelijkheden voor ons team ook best beperkt. Trappers ondersteunt ons waar het kan. Van de andere kant is heel de organisatie aan het zoeken van oké, hoe gaat het Oberliga-verhaal precies aflopen of verlopen. En dat is een beetje hetzelfde met ons team. Kijk, wat dat betreft hebben wij geen budget waar we mee kunnen gaan werken. Dat proberen we tijdens het seizoen wel allemaal te gaan creëren. Maar dat moeten we allemaal zelf nog handen en voeten gaan geven. Dus
Ons doel is in ieder geval om wat sponsors bij elkaar te gaan krijgen die ons gaan ondersteunen. En dat we daar in ieder geval wat materialen en dat soort dingen voor kunnen gaan betalen. En dat we in ieder geval daarmee uit de kosten komen. Wanneer is voor jou als coach dit seizoen geslaagd? Als we in ieder geval alles eruit halen wat erin zit. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat jongens zich individueel gaan ontwikkelen. Dus mijn doel is ook om alle jongens, elke jongen beter te maken. Of het nou een ervaren jongens of een jonge jongens. Ik probeer iedereen vertrouwen te geven. En ik probeer vooral heel veel plezier in het spelletje te houden. Dus als dat allemaal gaat lukken, dan is mijn doelstelling wel gelukt. Waarom moet ik als inwoner of als fan van Tilburg Trappers naar jullie wedstrijden komen kijken? Nou, wat ik net al aangaf, het zal in ieder geval een spektakel worden. We hebben een heel leuke mix met een paar jongens die ook in het eerst hebben gestaan in het verleden. Ik heb het over Donnie Nichols en de Mark Donders. Ik denk dat wel attractieve jongens zijn om naar te kijken, sowieso. We gaan een heel leuke potje neerzetten. We hebben een heel gedreven groep. De vonken zullen aan het ijspad als mensen naar ons komen kijken, ja.